ik was eigenlijk, eerlijk gezegd, was ik een beetje bang dat ik misselijk zou worden. Want ik had al een filmpje bekeken op YouTube van het concept. Ik denk, jeetje, wat doet dat met mij? Maar de misselijkheid valt mee. En het is zoals het wordt omschreven. Ja, het is heel vervreemdend, maar ook heel erg goed het gevoel weergegeven van hoe bizar het is als je in een aardbeving zit. Want ik heb het wel eens meegemaakt, een heel kleine aardbeving heb ik meegemaakt. Ja, ik weet niet of ik een sluitend antwoord heb op de vraag wat doen aardbevingen met je, want dat verschilt natuurlijk per aardbeving en per persoon. Maar ik weet toevallig dat de kunstenaar die dit gemaakt heeft, aardbevingen heeft meegemaakt in Japan. En dat moet ook haast wel, want ik heb ze ook meegemaakt in Groningen, kleine aardbevingen dus. En dit is net zo vreemd als een aardbeving zelf, omdat namelijk als het begint dan denk je, huh? Je denkt niet meteen, oh, het is een aardbeving, maar je denkt, wat is er, er gebeurt iets vreemds, dingen bewegen, inderdaad, hoe lang het duurt weet je niet precies. En dat is ja, echt hoe dit kunstwerk ook datzelfde gevoel oproept. En dat vind ik heel knap. Ja, ik vind dat een hele lastige vraag, omdat enerzijds denk ik natuurlijk, het is fantastisch als kunst iets zegt over de huidige cultuur, over de tijdsgeest, als de maatschappij kritisch is, fantastisch. Als het je anders leert kijken naar dingen. En dat is zeker wat dit kunstwerk met je doet. Aan de andere kant denk ik, ja, kunst is net iets als comedy. Weet je, comedy kan ook geëngageerd zijn. Maar gewoon een keer een goede grap die nergens over gaat, is ook prima. En zo kijk ik eigenlijk ook tegen kunst aan.